Hey, ik ben Gewoon Geens en jullie kijken nu naar een filmpje, waarschijnlijk op de computer, of op de telefoon, op de tablet kan, op de tv, dat kan ook. Alleszins, laat weten hoe dat je kijkt en als je daar een foto van stuurt, dan post ik het in het verhaal. Als je daar een foto zelf van post op sociale media, tag mij dan, want anders zie ik dat niet zo direct. Voilà, dat is een suggestie. Deel het gerust, dat kan altijd leuk zijn. Voor de mensen die nieuw zijn, die dan kijken omdat andere mensen het gedeeld hebben. Hallo en welkom. Soms gaat het hier over koekjes, soms gaat het hier over liefdesliedjes. Het is vaak gezever. Wat dat geen gezever is, is wat dat Leo geschreven heeft. Want Leo Sayer die heeft geschreven When I Need You. Allee, het liedje geschreven. Hij heeft meer geschreven dan When I Need You. Hij heeft daar tekst, een volledige tekst van gemaakt en daar dan akkoorden bij gezet. Zelfs arrangementen veronderstel ik voor andere dingen. Maar ik ga vooral de akkoorden gebruiken, want het is gewoon ik, gewoon Geens, daarmee, op gitaar, die dat gaat spelen. Ja, allee, jullie weten, de meesten weten dat al, hè, wat er gaat gebeuren. Dus... voilà. De meeste, sommigen onder jullie, sommigen, hebben ook koekjesrecepten gestuurd. Nu, hou u nooit in om dat te doen, om koekjesrecepten te sturen of dergelijke. Of als je iets lekker gedronken hebt of zo, laat allemaal maar weten. Hè. Altijd leuk. En we gaan die... Ik ga die uitproberen, hè. Al die koekjes. Niet direct, maar ik ga dat zo wat spreiden. Dat ik zo om de twee weken of zo een keer koekjes bak. Want er is te veel geens en dat moet eraf. Dat zijn goede voornemens voor dit jaar. Ook voor vorig jaar en het jaar ervoor. Maar alleszins, het is heel, heel stilletjes aan het lukken. Voilà. Wat moet ik nog meer zeggen? Ja, van die Leo. Sommigen kennen die. Dat zijn voornamelijk de oudere mensen. De jongere mensen die kennen die waarschijnlijk niet. Zoek hem eens op. Dat is een superinteressante mens. Die heeft eerst liedjes geschreven. En dan daarna is hij televisie beginnen maken met Gaston. En dan zo is hij bekend geraakt, ook terug in België. Dus hij heeft twee carrières, twee volledige carrières erop zitten. Dat was een zeer drukke mens. Dus daarom ga ik nu deze liedje spelen. Omdat dat over liefde gaat en zo. En over innig zijn en samen zijn. Voor de mensen die geen lief hebben... ik was lang in jullie kamp, maar sinds kort, dat is intussen al niet meer zo kort, al even niet meer. Maar I feel you en ook liefde naar jullie toe. Niet alleen van mij, waarschijnlijk ook van andere mensen in de buurt. Voilà. Dus opgedragen aan Anne-Sophie, omdat zij ook jarig geweest is vorige week. Okay, ik heb al per de verjaardag gewenst, al verschillende keren. Maar dus nogmaals, want het is een verjaardagsweek dat we vieren. Maar ik heb ook niet juist gezegd wanneer dat de week begint. Het is zo'n verschuivende week met haar verjaardag dat er ergens in zit. Dus gelukkige verjaardag. En deze is voor u. Close my eyes and I'm with you, and all that I so want to give you, it's only a heartbeat away. When I need love, I hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. Miles and miles of empty space in between us. A phone can't take the place of your smile.
But you know I won't be traveling forever. It's cold out, but hold out and do like I do. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all that I so want to give you, it's only a heartbeat away. It's not easy when the road is your driver. And honey, that's a heavy load that we bear. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, but hold out and do like I do. Oh, I need you. I hold out my hands and I touch love. I never knew there was so much love keeping me warm night and day. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all that I so want to give you, heartbeat away. Dat is een keer met zo'n einde. Alleszins, veel liefde voor iedereen. Van mij naar iedereen, van mij naar Anne-Sophie in speciaal. Maar er is genoeg voor iedereen. Dus, voilà. Like en share en subscribe en al. Tot volgende week. Heel.